Captain Marvel, de 21ste Marvel film, komt 6 maart uit. En om dit heugelijke feit alvast te vieren, hebben we special regular gast Richard uitgenodigd. Yes. Om even bij te praten over Captain Marvel in deze preview. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Ik ben Henk. Ik ben Richard. Ik ben Sander. En ik ben Pim. En we gaan het vandaag hebben over Captain Marvel. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. 6 maart in de bioscoop, geregisseerd door Anna Boden en Ryan Fleck, die samen ook It's Kind of a Funny Story in 2010 en Sugar in 2008 hebben gemaakt. Wat ongeveer betekent dat ze nog niet zo heel veel gemaakt hebben. Wie kent ze niet? Nou, groot succes met Half Nelson, hè? 2006. Karen Ryan Gosling. Maar goed, maakt niet uit. Kwam mij echt totaal succes. Niet bekend. Daar kijk ik geen films, Richard. Oké, oké. Geschreven ook door de regisseurs en ook door Geneva Robertson Dworet, die ook Tomb Raider heeft geschreven. En de story is ook geschreven door Nicole Perlman, die Guardians of the Galaxy heeft geschreven. En Mac LeFoe, die ook Inside Out en The Good Dinosaur heeft geschreven. Dat zijn vier, vijf. Dat is altijd een goed teken van schrijvers. Ja. Ja, ik weet, waarschijnlijk zijn het allemaal schrijvers die dan hebben meegeschreven of zo. Want, ja, die hebben gescript. Een story bij. Je hebt een story screenplay. Ja, precies. Oké. Okay, ja. Story is dan vaak een groepje en screenplay is dan één guy, toch? Of niet? Screenplay was nu ook door de regisseurs dus en die Geneva. Oké. Okay. Als je script, zoveel procent hebt geschreven van het verhaal, van dat in de film komt, dan moet je een credit krijgen. Oké. Okay. Ja, je hebt ook weer van die script fixers, die dan, als het geschreven is, een licht tijdje op de plank, dat ze dan weer even nog een pass eroverheen gooien om te kijken of de nieuwe dingen in kunnen. Ah. Dat soort shit. It's hard to explain. Nou, de film is met Brie Larson, die we kennen van Kong Skull Island, Samuel Jackson, Jude Law. Die we kennen van Kong Skull Island. En Ben Mendelsohn, among others. Yes. Oh, wow. Zit hij er ook in? Nice. Dan dat dan. Hier, Sander is interested. Yeah. Star Wars characters. Star Wars, ja. Hoppa. En de film gaat over. Richard, in het kort, kan je er iets over zeggen? Ja, nou, waar gaat hij niet over? Natuurlijk Doctor Strange. Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want het is natuurlijk ook een beetje de opmars richting Endgame natuurlijk. Hè? Avengers Endgame. En ik ben bang dat het daar wel heel erg naar neigt. Dat we, en natuurlijk kennis maken met Captain Marvel. Maar dat het ook vooral een hele grote inductie zal zijn voor Endgame. Ja, voor mensen die nog niks, geen Marvel-kenners zijn, setup te zien. Waar zitten we? We met zitten Captain in 1995. Marvel. Dus we hebben een jonge Nick Fury. Dus zonder ooglapje nog. En we gaan er goed eens achterkomen hoe hij zijn oog heeft verloren. Of beschadigd is geraakt. Hopelijk is dat en niet zo. Een rietje of zo. Ja, twee ja. Ik ben ja, zo die kat van Captain Marvel. Ja. Dus ja, dat begint het eigenlijk. En dat is waarschijnlijk ook de start van het hele Avengers Initiative. Tenminste, zo zie ik het een beetje. Ja. Dat wat ergens in de jaren 90 natuurlijk begonnen is. Nick Fury is toch een politieagent of zo? In deze? Dan zit hij toch nog niet in de... Ja, nou ja, hij heeft volgens mij een tak in buitenaardse intelligentie zoiets. En dat staat op punt om afgesloten te worden totdat MIB. Captain Marvel dus... Dat zijn de heldin letterlijk uit de lucht komt vallen. Eerst. Ja. Juist. Ja. Volgens een blockbuster videotheek. Ja. Oh, ja. En herinner je je nog? Ja, als je, ook heel je veel. Helemaal niet de end credits van Infinity War hebt gekeken, wordt dus op het laatst door Samuel Jackson Captain Marvel opgeroepen via een pager. Ja, even een intergalactische pieper bij zich. Ja, dingen flink bereik, ja. Ja. Het zal wel geen KPN zijn. Ja, we zien dus soort van origin story, niet helemaal, volgens mij, wat ik heb gelezen. Ik heb gezegd, van we gaan geen echt traditioneel oorsprongverhaal doen. Wat mij dan de vraag tot oprijst wat ze wel gaan doen. En ik alleen maar flashbacks. Idee dat het meer met, nou ja, of dat toch meer voor Avengers toch een soort van link voor Endgame. Oh, ja, dan wordt in Endgame gaan ze terug in de tijd en dan komt Captain Marvel ziet dan zichzelf als kind. Ta-ta. Boom. Oké, okay, nou, doe maar een credit. Zou mij serieus best wel leuk lijken als dat gewoon een soort van Back to the Future idee wordt. Ja, volgens mij is dat toch ook gewoon zo. Ja, dat weet ik niet hoor, maar ik heb de teaser niet eens gezien, dus ik zou het echt niet weten, maar het lijkt me wel cool.
Dat ze dan weer in deze film terechtkomen. In Captain Marvel. En dat, zeg maar, behind the scenes, zeg maar. Net zoals bij Harry Potter. Ja, dus bij deel 2 van Back to the Future. Dat, zeg maar, dan zitten ze in een scène uit de eerste film. En dan mogen ze elkaar niet zien, weet je wel. Dat is een lach, hè? Dat is een lach. En bij Harry Potter 3. Prisoner of Azkaban. Ja. Dat ook, ja. Ja. Dat is waar. Nou ja, en de Skrulls natuurlijk, hè. Om het dan maar even over weer het volgende lijntje te uitzetten te hebben. Je hebt natuurlijk de Skrulls, dat buitenaardse ras, waar we nu natuurlijk voor het eerst kennis mee maken. Uitgebreid, wat weer waarschijnlijk weer de rode draad wordt voor de toekomst van Marvel. Voor de volgende fase. Ja. En zo on, en zo on. Dus daarom denk ik dat er heel veel weer nieuwe lijntjes worden opgezet in Captain Marvel. Dat daar nu allemaal excuses voor zijn om dat op te zetten. En wie weet hangen daar nog wel de Fantastic Four aan vast. Don't even think about it. Never do. Flamer! X-Men. Oh, dan kunnen ze die ook naar binnen vouwen natuurlijk. Juist hem. Oh my god, dat is nu ook allemaal van Disney, hè? Nou, nog niet, maar nou, ja, misschien ten tijde van dat de video uitkomt nu wel. Voor mij maart moet het, geloof ik. Ja, maar dat is wel, zeg maar, dat is wel in de pipeline. Dat gaat wel gebeuren, toch? Ja, dat gaat wel gebeuren, ja. Ja. Ja, ze moeten ook acteurs kunnen ontslaan en dan weer meteen weer een andere verhaallijn aan kunnen pakken. Ja. Ja. Mm-hmm. Wat, ja. Waar, ja. Het is natuurlijk een maand voor Endgame. Ja. Ik wil niet zeggen dat er dan minder mensen hierheen gaan, maar ik denk dat, ja. En 2 maanden voor John Wick 3. Ja, precies. Nou, wat ik wel een beetje belangrijker nog. Ja, precies. Wat wel een beetje is, ik had het bij Black Panther. Dat voelde ik een beetje bekocht. Omdat ik daar dacht van, er zit meer van Avengers in. Zo werd die trailer ook gebracht. Dus ik dacht van, nou, ik moet Black Panther zien, anders snap ik Infinity War niet. En dat was eigenlijk niet zo. Hmm. En toen nee, dan is het nou datzelfde trucje nou flikken bij Captain Marvel dan straks. Waarschijnlijk wel. Nou ja, dat vaak. Dat klopt. Maar aan de andere kant denk ik weer van ja, maar er zit ook weer zoveel potentie in deze film. Dus met het opstarten van Avengers, de Skrulls, naar de toekomst. Dat ik denk van nou, misschien ook weer niet. Ja, je kan ook meteen een tie inpakken met en de multidimensionale shit van Doctor Strange. Mm-hmm. En Guardians of the Galaxy. Nou ja, die link heeft hij ook, hè? Want die Ronan the Accuser. Die zit die zit er ook. En ja. Hoe heet die? Jimon Honsu zit hierin als. God, hoe heet die nou? Ik heb het opgeschreven. Oh, dat is daar heb ik Korath. Is dat die boeken dude? Ik weet echt niet die over. Boeken dude? Ja, ik weet al die namen. Ik weet echt niet waar het over gaat. Wie is dat? Is dat iemand uit Doctor Strange? We hadden de bad guy over Guardians of the Galaxy. Die blauwe dude. Die smurf. Ja, met die zwarte streep. Dat is Ronan. Ja. Ja. Ronan. Ja. De Cusur. En dan hebben. Ja. Want die haalden ze in van de crypto slaap in Guardians of the Galaxy. Ja. Of dat was, zoiets was dat, geloof ik. Die werd alleen maar verslagen, die gast. Doen kut leven. Ja. En wie nog meer? Ja, Jimon Honsu, die Korath speelt. Donkere man, dat is het begin van Guardians of the Galaxy, krijgt Chris Pratt daarmee. Ja, dat is die gast die ook in, de Leonardo DiCaprio film speelt over Afrika. Yes. Blood Diamond. Blood Diamond. Ja. Een Amistad natuurlijk, hè. Waar die zeg maar allemaal helemaal niks. Ja, die gast Amistad speelt toch? Die speelt in hele kutte films en hele goeie. Dus Blood Diamond en Amistad en gewoon hele shitty. Maar hij zat dus maar in een heel klein stukje van. Hij zat echt in het begin. Aan het begin, Guardians of the Galaxy. Dus dan is het heb niet je zo dat, gek dat ik het niet meer ken. Nou, heb je dat Indiana Jones stukje? Hm? Dat hij dan die bol pakt? No problem at all. Who are you? Star-Lord. Who? En daar komen dan van die gasten binnen. Van deel 1. Van deel 1. Ja, okay, ja. En deel 2 zit hij niet. Oké, dan weet ik niet wie het is. Oké. Yes. Van gezicht. Maar in Infinity War leggen ze het natuurlijk wel heel erg zo van het laatste wat Samuel Jackson doet is Captain Marvel. Dus er moet iets zijn en waardoor zij aan het einde van deze film moet eigenlijk duidelijk zijn waardoor ze dus niet de rest van de tijd dat wij de MCU kennen niet aanwezig is. Ja, want dan was eigenlijk de Battle of New York uit die eerste Avengers dan niet rampzalig genoeg om haar precies. op te roepen. Dat was En zij moet dus wel iets hebben waar alle Avengers wat aan hebben, zeg maar, om door te gaan. Of om iets terug te pakken, of Ja, want daarom kunnen ze kunnen letterlijk de ruimte ingaan met haar. Ja, dus het is wel een beetje OP verzinnen. In de trailer en zo. Zij kan volgens mij alles. Ja, je ziet er wel veel, zeg maar, op het laatste ook zie je er wel veel doen, ja. Dus gewoon zo'n Superman die gewoon even... Nou ja, ze is ook de krachtigste volgens mij die er dan bij is nu. Krijgt dat pak zeker aan het einde.
Dat rood en blauw. Ja, was het begint eens met dat groene, denk dat ik. Groene, ja, denk. Precies. Ja, natuurlijk. Dan moet altijd met een hero moment. En dan komt ze achter haar innerlijke kracht, omdat er wat uit het verleden is opgelost. En zegt Jude Law, oh, je hebt me verslagen. Of, oh ja, je bent de volgende in de lijn. En dan heeft ze zo'n krijgt dat pak. Call it. Ja. Ja. Dat, ik heb hier nog een pakje voor je. Ik heb meer mooie dingen opgeschreven. Ja, nou ja, gewoon. Nee, sorry, Richard. Nee, nou ja, het is natuurlijk wel de eerste vrouwelijke superheld van Marvel. Ah, ja. Ja. Die zijn eigen film krijgt. Main character. Scarlet Witch hadden en The Wasp. Maar de eerste die ze me zeggen zijn eigen film krijgt. Ja. Natuurlijk wel mede te danken aan Wonder Woman natuurlijk. Laat wel wezen. Ik heb nog steeds het idee dat dat nou niet. Hij was misschien uiteindelijk wel gekomen. Maar ik vraag me af of hij er zo groot was gekomen. Het is natuurlijk nu heel erg hip in Hollywood om alles dan. No offense natuurlijk heel vrouwelijk te maken. Dus een vrouwelijke regisseur. Scriptschrijver. Ja, hoofdrolspeelster. Ja, ja. Nou, ja, dat is natuurlijk heel erg. Hè, dat nee, die, als, ja, die progressieve agenda. Ja. Die, hetzelfde kan je niet voor natuurlijk met Black Panther zou dat natuurlijk ook gebeuren. Hè, dat, de hele donkere cast, donkere crew. Alles, dat super divers. Prima. Alleen, dat, alleen ja, ja, precies. Super handig. En Martin Freeman hè, als enige blank in Black en, Panther. En dinges. Het is wel goed natuurlijk. Maar het is nu weer zo, het is nu weer zo overdone. Weet je, dan moet het altijd meteen helemaal vrouwelijk. Maar goed, afgezien van dat. Ja, maar ging met Ghostbusters ging het ook heel goed. Dus whatever, man. Let's go. Let's go. Oh, did you want to? Sorry, I'll let you. I'll let you. Next time. En Oceans. Was dat ook van een vrouwelijke regisseur, ja, Ghostbusters? Was wel. Ik dacht dat het gewoon van een man. Nee, nee, dat was Paul Feig, die van al die slechte comedies. Ja, maar dat is amper een dude, dus boeien. Nee, maar en, ja, het is een beetje van vrouwelijke regisseurs. Ja, ik weet het, misschien is het een ouderwets idee, maar maakt nou uit. Nee maar, klopt, nee, maar dat is ook het hele punt. Ja, alleen in Hollywood heerst gewoon nog heel erg een mannencultuur. En dat moet doorbroken worden. Blanke mannencultuur. En door de dit boze witte man! Nou ja, maar behalve Spike Lee. Boe, en dat wordt nu doorbroken, eindelijk. Ja. Weet je, natuurlijk, dit is natuurlijk weer het andere uiterste. Maar goed, weet je, het is goed dat het gebeurt. Nee, ze hadden het gewoon... Nou ja, kijk, maar nou, kijk, als je als nou... Ze moeten het juist understaten, dan wordt het veel beter. Want dan ga je meer kijken naar de film zelf... Dan naar, hey, de regisseur heeft boobs. Zo van, Ja, maar je moet kijken, het is gewoon heel een verhaal over een vrouw... waardoor een man heel anders vertelt door een, dan door een vrouw. Kijk, als je naar Wonder Woman kijkt, in Justice League heeft ze een heel kort rokje aan. In Wonder Woman is hij al wat langer. Om maar even een simpel voorbeeld aan te geven van hoe een man... Ja, maar dat is het hele... Ja, maar ik vraag me af in hoeverre dat een keuze is van DC als entiteit... al dan van de, nou ja, van de regisseur specifiek. De dat denk design. Ik niet namelijk. Ja, dat kun je afvragen. Ik denk niet dat Joss Whedon van... Ja, doe dat rokje van Wonder Woman maar even een stukje korter. Joss Whedon is toch juist... Nee, Snyder deed dat. Ja, Joss Whedon heeft natuurlijk afgemaakt. Ja, nou ja, goed. Joss Whedon zit zichzelf de hele tijd dezelfde kastijn... omdat hij een witte man is. Is dat zo? Ja, echt. Dat is echt zo ja, fucking... denk het ook. Maar goed. Tieve zooi. Maar in ieder geval... Ja, het is aan de ene kant snap ik van, hey, kijk, vrouw eindelijk, vet. Maar aan de andere kant zeg ik, ook maar even gewoon je mel. Want dan, als je te veel dat soort shit gaat doen, dan verneuk je je eigen berichtgeving eigenlijk een beetje. Maar kijk, omdat ze een vrouw is, nee, omdat zij goed is. Ja, nee, maar... Vrouw, het punt moet eigenlijk zijn, het is een vrouw, maakt eigenlijk niet uit. Daar moeten we heen, dat is helemaal goed. Ja. Maar dan als je de hele tijd nog steeds focust op gender first of ras, dan, weet je, dan verkleur je je eigen boodschap. Maar ja. Ja, weet je wat, ik denk gewoon, dit is gewoon een marketing tactic, want het werkt gewoon. Ja, natuurlijk. Dat is wat jij net zei, dat is gewoon heel hip op het moment. Weet je, dat is wat je met Black Panther zag. En die film, dat vind ik persoonlijk een film die niet op zichzelf kan staan. Ik vind dat echt niet een goede film of zo, maar hij is wel voor Best Picture genomineerd. Ja, maar dat is gewoon een gesture natuurlijk, hè? Ja, nee, precies, maar dat bedoel ik dus. En dat is eigenlijk dus het punt, wat Pim ook maakt, want dat gaat het punt voorbij. Oh shit. Ja, ja. Kijk, wordt toch helemaal agressief aan. Godverdomme. Stel door, zelf Hollywood over een zwart plek en zo. Voor de luisteraars, de koffie valt over de tafel. Zo. Geluidseffect. Ja, ben je er klaar voor weer? Ja. Oké. Okay. Go. We verder. Hoeft er niet uit te komen. Nee, ja, ik dit laten we gewoon in, jongens. Dit laten we gewoon in. Het interessante wat is, want je hebt de Skrulls. Ik versta de hele tijd squirrels. Ja, maar Skrills. Skrills. Zoals Skrillex, maar dan... Het is geen eekhoorns in ieder geval. Skrills. Ah. En die kunnen dus van gedaante verwisselen. Dat zie je ook in die trailer, dat het oude vrouwtje in elkaar geslagen wordt. Nee, dat is gewoon een echt oud vrouwtje. Nou gaat het gerucht. En deze is interessant. Agent of S.H.I.E.L.D. Kijken jullie? Nee. Maar daar gaat je punt. Nee, daar ga ik hem even spoileren. Dus als je seizoen 5 nog niet hebt gezien... Even uitschakelen voor 1 minuut. Want, nou, het is eigenlijk op internet al breed uitgemeten, maar geef verder niet. Agent Coulson gaat in die serie dood. Dus maar, nog een keer dan. Maar, juist, maar in 6 komt hij weer terug. In oh my god, het is een zit hij weer. Het is een squirrel.
Precies, dat is het vermoeden. Dus dan zou het zomaar kunnen dat Captain Marvel ook, zullen we zeggen, laat zien dat hij een Skrull eigenlijk is. En dat dat dus ook weer voortborduurd wordt in seizoen 6 van Agents of S.H.I.E.L.D. Nou, dat is wel cool. Volg nog een beetje. Wat ja, ze op zich ook wel veel gedaan kostte. Hebben met toen Civil War kwam. Dat in Agents of S.H.I.E.L.D. ook breed werd gebruikt, dit is zeg maar. Het punt is wel een beetje van, nou ga je natuurlijk afvragen, wordt dit niet een makkelijke excuus om mensen van vroeger weer terug te brengen? Oh, dat was een Skrull, dus die keer weer. Dat is wel een beetje natuurlijk. Ja. Nou ja, over Loki. Ja. Oh nee, dat is voor de endgame. Daar hebben we andere theorieën. Ja. Gaan we het straks over hebben. Dat hij eigenlijk dood is. Dus dat vind ik wel een heel interessant. Eigenlijk. Ja. Dus. Ja, ik ben het wel een beetje met je eens. Dat je wel, zeg maar, straks heb je zoveel dingen die gebeuren met multiverse en time travel en weet ik wat. Ja, dat je straks alles kan doen. En dan heb ik zoiets van waar. Ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Dus je hebt totaal geen stakes meer. Nee. Dus dat klopt. Daar hebben superhelden verhalen al snel last van. Tuurlijk. Ja, dat vind ik wel sowieso wel echt een van de minpunten van het hele Marvel brand. Dat eigenlijk in al die films. Infinity War was de eerste film waar ik enig gevoel van stakes had. En dat heb ik bij geen enkele andere Marvel film. Mm-hmm. Dat ik echt zoiets heb van, oh, dat is echt een slechte gast, die bad guy. Ik hoop dat hij niet wint. Dat heb ik nooit gehad. Behalve bij Infinity War. Vet. Wint hij? Ja. Nee, maar I just don't care. Dat is gewoon dat is meestal. Omdat het gewoon een vanilla dude is, waarvan je toch al wel weet dat hij tegen het einde van de film gewoon dood is. Yeah. Ja, dat is waar. Ja, een beetje de makker van heel veel superheldenfilms natuurlijk, hè? Ja. Het happy end. Ja. Zullen we zeggen. Had Justice League goed in kunnen spelen, ja. Door dat niet te doen, maar... Wat dus? Ja, Infinity War op zich. Ja, maar die gaat dat natuurlijk weer goed maken. Ja, dat wel. Maar dus, zeg maar, het eindgevoel wat je had bij Infinity War was... Ik hoop dat ze wel gewoon de keuze maken. Oké, een paar gaan gewoon, blijf gewoon dood. Maar daar gaan we het zo over hebben. Oh ja. Yes. We gaan straks nog een preview opnemen. Dit is Captain Marvel. Oh ja, over Captain een hele vrouwenonderwerp. Dat is trouwens ook een leuk feitje. Ja, laten we dat terug gaan. Film komt op 8 maart uit. Het is namelijk... Ik heb 6 maart, maar oké. Okay. Internationale warme truidag. Bijna, International Women's Day. Is dat zo? Kwam Wonder Woman ook 8 maart uit? Dat de nee, die was van mei volgens mij. Okay. Wacht, hebben vrouwen, juni, 15 hebben vrouwen juni, twee dus dagen? What the fuck? In 2 maanden. Die hebben Moedersdag en die hebben dan ook nog International Women's Day. Ja. Where's International Men's Day? Ja, precies. Maar wat fuck? Jij, Henk? Internationale Witte Mannendag. Waar ligt jouw verwachting? VOC mentaliteit. Dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want ik stond aan de andere kant. Dat is mee uitdraaien. Ja. Toch? 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 Gaan we verder. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik vind... op zich, de eerste trailer zat er erg goed uit. Met die verschillende tijden die je zag. Mm. Maar het had ook wel een klein beetje Green Lantern... gehaltetje. Met Jude Law en die hele Band of Misfits, zeg maar. Dus daar ben ik wel een beetje bang voor. Dat het die kant op gaat met soort van Space Police. Ja. En of dat wel cool genoeg gaat zijn, zeg maar. Space Cops! Ja. Misschien is dat iets heel cool, kort maar. In het begin. Nee, is midden, denk ik. Ja? Ik heb geen flauw idee. We gaan het zien. Voor je weddenschappen. Ja, je hebt zo van die YouTube-channels die helemaal zo'n trailer gaan ontleden. Dan, dit gaat waarschijnlijk dan in het tweede deel van de tweede act bezig. En dan dit stukje gaat dan daar. Dan ik denk dat hij gewoon open met die blockbuster shit. Ja, ja. En dat Samuel Jackson zijn baan bijna verliest en dan haar tegenkomt. Ja. Die twee verhalen. En dan krijg je de French Connection achtervolging. Dan zit zij in de metro en dan rijdt Samuel Jackson. Volgt dan die metro. En dan krijg je, oh shit. Dan komt zij erachter dat er een grotere dreiging is. Waarom zitten ze op aarde? Geen idee. Zoeken ze iets van mij? En dan zijn ze misschien op zoek naar een Infinity Stone. Ja. Ik denk dat die hele, ja, Samuel Jackson is de hele film gede-aged. Want dat zou het dan zijn, de hele film. Ik denk niet dat hij de hele film... Hij staat gewoon heel vaak in de schaduw. Dat denk ik. Of hij is gewoon niet zo heel vaak. Want zo een pet op, weet je wel, dat je zijn gezicht niet ziet. Zij is gewoon hello, fellow kids. Superheld of gaat naar de ruimte of gaat dingen doen. En hij is een soort van de Charlie's Angels Charlie. Zo van, yo, je gaat nu dat doen. Oké, okay, doei. Een voicecom heb je al. Maar hij heeft wel een hoge creditrol. Hij staat normaal gesproken onderaan ergens. Blablabla. En Nick Fury of en Samuel L. Jackson. Nu staat hij als tweede. Dus dat zou impliceren dat hij wel een grote rol heeft.
Ja, hij gaat ja omdat gaat verder niemand ja, anders erin zit. Ja. En de rest zijn allemaal bad guys, want dat ja. voel je ook al gelijk aan je water. Dus. Ja, nou ja, goed. Ja. Het is niet zo van Captain Marvel en Jude Law. Dus dan ja, hè. Who knows? Ja, misschien is het wel veel meer... Volgens mij wordt het gewoon veel meer een origin story van Nick Fury dan van Captain Marvel. Oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Dus dan hij komt erachter dat hij ook een soort van talent heeft om dat soort shit voor elkaar te krijgen. Superhero manager. Hij is een scroll. Huh? Ja, kan ook. Wow. En dan kom je uiteindelijk naar de andere die zijn ogen is kwijtgeraakt. Oké. Okay. Pranked. Hyped. Altijd. Altijd. Marvel altijd. Films. Ja, altijd. Ja. Ja. Nou, wel eerder, wel meer dan, nou, wel meer dan voorheen, moet ik zeggen. De trailer heeft het wel lekkerder gemaakt. Ik heb er juist echt zoveel minder zin in dan een andere Marvel film. Ja. Nou, ik zit te wachten op Spider-Man. Ja, snap ik ook wel. Ik vind Marvel zo van, ja, whatever. Man. Maar daardoor is misschien wel goed. Weinig verwachtingen. Ik denk gewoon wel, het zal wel prima worden. En dan dat je erin gaat, dat je denkt, genoeg, oh, Henk? Ja. Is dat genoeg? Nee, maar daardoor. En dan wordt het leuk. En dan denk je, oh, nou, fijn dat we dat dan toch gezien hebben. Ja, ik weet niet. Ik heb dat ook wel een beetje, maar dan met Endgame. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar inderdaad, deze film kan me echt gestolen worden. Ja, dat is ook wel een beetje. Het enige wat een beetje dat sprankeltje van Curiosity heeft gegeven, is zeg maar die laatste scène van Infinity War. Ik dacht van, what's up with that? Ja. Zeg maar. Waarom dan? Ja. En wordt dat uitgelegd? Daar ben ik dan, dat is wel een goede hoek, denk ik. Ik ben wel benieuwd, die Alison Brie, die ken ik al uit Scott Pilgrim. En dat vind ik wel vaak een leuke film. Dus wellicht dat dat een lichtpuntje is. Ik geloof heel veel van die dudes uit die film, die zijn nu superheroes geworden trouwens. Die, hoe heet die dude ook weer? Die Captain America speelt, die speelt daar ook Chris in. Evans, ja. 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 En nog een paar, maar dat weet ik zo. Maar volgens mij speelt inmiddels iedereen. Ja, true. Keanu Reeves had bijna een Captain Marvel. Precies. Maar ja, gelukkig heeft de prioriteiten goed. Dus dan krijg je gewoon John Wick. Bam. Nou, we hebben wel twee Sherlock Holmes erin zitten nu. En twee Watsons hebben we nu ook met Jude Law. Ja, oh, ja. Dus, ja, inderdaad, ja. Dus ja, het wordt wel heel erg... I can be only one. I am you, but stronger. Nou, on that note. Hè, lekker een half uurtje volgeduld. Oh my god. Nou, zijn jullie ook benieuwd naar Captain Marvel? Laat het dan even weten in de comments. Dank je voor het kijken en luisteren. Vergeet niet te subscriben. Te liken. Liken. Instagram, Facebook. Social, YouTube, iTunes. En Twitter kan je ook doen, maar... Kan je proberen. Neem wel een account op. Tot de volgende aflevering. Dat is netjes toch?